Dit is BNR. En het is bijna 2:10. Justitie vervolgt 2 oud-rechters vanwege hun rol in de chipsolzaak voor het plegen van mijnneed. De zaak draait om de verkoop van grond rondom luchthaven Schiphol. En van de 2 rechters waar het om gaat, Hans Westenberg en Pieter Kalpfleis, heeft de laatste aangegeven zich niet in het beeld van het OM te herkennen. Aan de lijn Peter Poot, directeur van Chipsol. Ja, meneer Poot, dit moet een mooie dag voor u zijn. Had u verwacht dat het OM zover zou komen? Ja, goedemiddag. Ja, allereerst, dit is, u spreekt met Kees Poot, heeft u aan de lijn. Mijn broer die zit boven in een ander interview. Maar ik kan u ook goed van repliek dienen. Het is inderdaad een hele mooie dag, behalve dan de sneeuw voor de mensen in de file. Ja, maar had u verwacht dat het OM nog tot vervolging zou overgaan? Nee, wij hadden eigenlijk verwacht dat ze dat niet zouden doen, gewoon om politieke redenen. Kijk, het is nogal wat dat 2 oud-rechters, en dan niet een stel onderknuppels, maar gewoon de top van de Haagse rechtbank hebben we het hier over. Dat die nu voor mijnheid worden vervolgd. En ik moet ook wel lachen om Kalfluit, die zich niet herkent in de aangifte. Nee, het zou te gek voor woorden zijn als hij dat wel zou doen. Hij moet het natuurlijk ontkennen. Hij heeft eerder ook al ontkend, hè? Ja. Zijn deze 2 volgens u ook echt de hoofdschuldigen volgens u? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Kijk, waar worden ze nu voor vervolgd? Ze worden nu vervolgd voor mijnheid. Dus dat is liegen onder ede. Dus de heren zeiden, we kennen elkaar niet. Nee, het bleek dat ze samen in eetclubjes zaten. Die heb ik eerder gehoord ergens anders trouwens. Maar ze kenden elkaar gewoon heel goed. En ze deden ook gewoon zaken met elkaar. Dus volgens u is het gewoon zo en zijn zij de hoofdschuldigen? Laten we nog even in herinnering roepen hoe het ook alweer zat. U claimt, u probeert al in ieder geval jaren te bewijzen dat u bent benadeeld door deze 2 rechters. Er was een zaak met zakenpartner Van Andel. En deze zouden ervoor hebben gezorgd, deze 2 oud-rechters, dat er in zijn voordeel werd beslecht. En u claimt, uw broer claimt, daardoor heel veel schade te hebben opgelopen. Hoeveel is dat eigenlijk? Nou kijk, laat ik het even heel simpel zeggen. Wij hadden vroeger 600 hectare grond rondom de luchthaven Schiphol met de Chipsolgroep. En er was een conflict inderdaad met Van Andel. Uiteindelijk zijn van die 600 hectare 450 hectare daardoor verdwenen. Om even een idee te geven, die grond was gemiddeld ingekocht voor 7 euro... Nou, een klein rekensommetje kom je dan aan 42 miljoen euro. Als die grond 100 euro per meter zou zijn geworden, ja, dan praten we over 600 miljoen euro. Mm-hmm. Wordt die grond 500 euro, nou, dan gaat het in de miljarden. Dus het gaat om vrij grote belangen. Nog even los van alle andere dingen die je daarmee had kunnen doen. Nou, wat is er gebeurd? Die Westenberg die heeft werkelijk de meest absurde vonnissen gewezen. En wij werden op een gegeven moment ook veroordeeld dat wij in onze eigen aandeelhoudersvergadering niet meer mochten optreden op verbeurten van dwangsommen van 300 miljoen gulden, terwijl we de grootste aandeelhouder waren. Alle grond moesten inleveren, et cetera. En deze meneer Westenberg heeft ook jarenlang in de rechtbank Den Haag als sectorvoorzitter, dus degene die dus alles bepaalt wat daar gebeurt, ervoor gezorgd dat wij ons hoger beroep, et cetera, niet snel konden doen. Dus dat heeft 4 jaar geduurd voordat wij uiteindelijk helemaal weer hebben gewonnen van Van Andel. Mm-hmm. En toen is er een regeling getroffen met Van Andel. Maar in de tussentijd was die grond verkocht aan 3 keer raden Schiphol. Ja, voor een spotprijs. Ja, daar zijn natuurlijk allemaal kickbacks gemaakt, dat begrijpt u. Ja. Gaat u een schadevergoeding eisen? Uiteindelijk zijn we daar natuurlijk al jaren mee bezig. Kijk, het gaat hier om wat de overheid gedaan heeft. De overheid heeft hier natuurlijk op een gruwelijke manier zijn plicht verzuimd. Want kijk, dit is een zaak die in 1996 liep. En hier is natuurlijk al het nodige over heen en weer geschreven. Daar hebben ze eigenlijk nooit iets mee willen doen. En kijk, dat zij nu vervolgd worden, het is net als bij de katholieke kerk. Kijk, op een gegeven moment stijgt het water ze zover naar de lippen dat ze eigenlijk wel iets moeten doen. Nou, dat is in feite nu gebeurd. Maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. En laat ik één ding hierbij zeggen. De koningin die zou een lintje moeten geven aan de anonieme getuige, een voormalige griffier van de Haagse rechtbank, die haar nek heeft uitgestoken om deze wantoestanden, want het zijn gewoon totale wantoestanden, aan de kaak te stellen. Kijk, en daar hoor ik eigenlijk weinig mensen over. Men heeft het over die rechters, maar zou ook eens gedacht moeten worden aan deze buitengewoon dappere mevrouw die dit gedaan heeft. Heeft u er vertrouwen in dat hiermee het einde in zicht is van deze slepende zaak?
Nou ja, kijk, het is zeker een stapje in de goede richting. Maar kijk, bij justitie wordt van alles bekokstoofd, is mijn stellige overtuiging. Want wat is vandaag ook gebeurd? De heer Demmink, secretaris-generaal van Justitie, die wordt niet vervolgd. En dat is eigenlijk, dat doen ze dan in één moment even tegelijk, deze zaken. Maar dat is toch wel uniek weer. Dank u wel, Kees Poot van Chipsol.